Poging 2, hè? De eerste poging. Want het geluid van de vorige opname was niet helemaal jovel. Dus ik heb de mazzel. Eigenlijk is dit gewoon de mazzel dat ik nog een keer in jouw auto kan rijden. Nog een keertje rijden, gezellig. Ja, het wordt wel een beetje nat hier. Ja, wacht trouwens. Als je het niet erg vindt. Oh, nee. Ik kan nog uitstaan. Nee, maar serieus, hij zet nu het ESP aan, hè, voor mij. Aan. Nee, ik heb het wel eens gehad ook dat ik dacht dat hij aan stond. En dan ging ik expres het lomp op mijn gas staan. En toen spinde hij toch wat langer door. Toen, ja. Nee, even een momentje dat ik dacht van, oh. Oh, shit. Auto. Ja, nee. Jouw auto. Nee, joh. Ik zag ooit advertentie van een 31i en een Menard-tram. Mannendroom. Dit is een beetje een mannenspeelgoed, hè? Dit is wel mijn jongensdroom, ja. Dat is zeker waar. Klopt, ja, klopt. Ja, het is met de nodige aanpassingen die ik aan heb gedaan in de loop der tijd. Ja, ik ben er wel echt heel blij mee. Hey, toen je deze auto kocht, heb je toen nog naar andere auto's gekeken? Als een ander type, weet je, een Audi, een Golf GTI. Nee, zeker niet. Hè. Nee, ik heb wel naar andere auto's gekeken natuurlijk, maar Golf GTI, dat zal je mij nooit in vinden. Nou, trouwens, Golf 7 GTI Performance met dat sperde, dus. Dat is ook wel leuk, hè? Maar achterwielaandrijvingen vond jij wel een belangrijk? Achterwielaandrijving en een 6-in-lijn, ja, dat is toch wel een groot voordeel ten opzichte van de 4-cilindertje turbo op de voorwielen. Ja. In mijn ogen. Dat is toch wel de goeie. Daar staat er wel geen GTI-logotje op. Nee, maar hier staat 130i op. Nee, er staat niks op. Er staat niks, hebben we eraf gehaald. Nee. Niet goed. Ja, eigenlijk even 116i erop plakken. Ik heb er wel over na zitten denken. 14D. Ja, dat zou wel geloofwaardig zijn. Ja, lekker. Het is wel een lekker auto, man. Ik vind het, hij rijdt zeker lekker. Even kijken waar we heen gaan. We beter recht door, hè. Dat is gewoon te snel. Ik heb, wat hebben we er allemaal gedaan? Kijk, vriendje. Oeh, ME35. Altijd leuk. Ja, ook drie deurs. Maar, ja, want zeker niet helemaal standaard meer, toch? Nee, zeker niet. En de vorige keer dat ik je zag, er zat een andere veel op. Mooie rosetjes. Mooie rosetjes, ja. Ik zag weer eens een leuk setje op Marktplaats staan voor niet te veel. En hij is hiermee origineel geleverd, de 1-serie. En ik dacht, ja, ze stonden al een tijdje op mijn lijstje. En toen heb ik ze maar opgehaald, eronder gezet. Ik kan zelf bij de garage de banden erop zetten. Ja. Dus dat scheelt natuurlijk ook allemaal. En ik moet zeggen, die OZ'tjes, die reden wel lekkerder. Maar dit ziet er mooi uit, dus ja. Ik vind die OZ'tjes ook wel wat hebben, hoor. Dat is wel lekker racy. Het ziet eruit alsof iemand het heel serieus neemt dat hij ermee rijdt. Ja, dat is ook wel het geval. Ja, toch? Ja. Weet jij, je rijdt er niet woon-werken zo mee. Hè? Dit is echt wel gewoon voor de fun ritjes dat je deze auto hebt, toch? Ja, klopt. Nou ja, ik ben ook wel af en toe wel lui dat ik... mijn werk zit echt 5 minuten van bij mij vandaan. En als ik heel lui ben, dan ga ik ook wel eens met de auto natuurlijk. Het is wel een leuke buurtje hier zo. Ja, ik zeg, overal politie rennen. Maar je voelt hem nu ook wel. Ja, want Spare. Ja, er zit een OS Geeken Spare differentieel op. Ja, dat heeft een paar ribben gekost, maar het was het, ja. Nee, dat was het waar. Echt, nee. Hey, en waarom moest het dat spare worden? En niet, want BMW heeft zelf ook spare voor deze auto, toch? Of niet? Bij de ME35i wel. Wel, bij mij wel. Nee, maar er zijn meerdere aanbieders van spare differentials. Je hebt, hoe heet dat? Torsen spare van, welke fabrikant is dat? Geen idee, maar iedereen is wel bekend met die Torsen spare. Ja, plaatsspare is natuurlijk beter. Het is Japans. Ik weet niet, jouw Japanse engineering, dat zit meestal wel goed in elkaar voor zijn werk. Voor een Duitse auto. Ja, en wat zijn het? Dat zijn 12 koppelingsplaatjes volgens mij. Maar dan wat kleiner. En kijk, tussengas geven. Ja. Kan gewoon. Hey. Ja, ik denk dat je hier nog wel binnen door kan. Of je kan zo. Ja. Ja, we zijn een beetje creatieve route aan het rijden natuurlijk vandaag. Leuke tunneltjes, altijd. Ja, lekker. Vol
allemaal even gaan. Goed dat je het ESP had aangezet. Ja, voor de zekerheid. Anders dan geef je gewoon die papieren van die RMW. Ja, heb ik wel een goeie. Dan mag jij deze gaan rekenen. Nee, goed. Nou, ik moet zeggen, dit is natuurlijk de tweede keer dat ik in deze auto rij van jou. En grappig was, de eerste keer dat ik erin rijd, ik ga verkeer, want dan gaan we hier een of andere industrie terecht. De eerste keer dat ik erin het geest, ook s'avonds toch weer even 1:31 iets te kijken. Ja, eigenlijk ook wel. Het is wel leuk. Ja. Het is wel. En voor het geld, ja. Is, ja, en het zit qua performance best wel dicht bij elkaar. Omdat dit, weet je, natuurlijk heeft geen turbo, het scheelt best wel wat pk's. Veel newtonmeters natuurlijk, maar het verschil is denk ik kleiner dan mensen verwachten. Hey, en ja, dat denk ik ook wel. Spare, je hebt, hij ziet er qua hoe de wielen staan en zo ook niet helemaal standaard. Nee, ik heb andere draagarmen, M3 draagarmen erop gezet. Het pinnetje aan de bovenkant van je veerpootbrug, die kan je eraf halen. Dan staan je veerpoten ook iets verder naar binnen. Yeah. Daar is iets meer camber voor. Ik zit nog naar camberplates te kijken, maar ja, dat. Ja, ik zeg, hij is nu bijna af, zeg ik ook. En dan, oh ja, nee, misschien is dat ook wel leuk. Maar ja, dan blijf je bezig natuurlijk. Dat is ook de hobby. Maar ja, is voor jou een hobby? Ja. Toch? Dat maakt het leuk, ja. Dat vind ik wel. Ja, ik vind het wel een. Dit is echt een lekkere uitvoering. Ik bedoel, ik mag niet met ESP uitrijden. Maar nee, maar je voelt wel, zeg maar, dit is een scherpere. 1-serie. Gewoon, hij stuurt lekker erin. Het is nu nat en zo. We kunnen helemaal geen tempo maken. Maar weet je, alles. Wel wat. En niet. Ja, tuurlijk. Je kan niet door een woonwijk over drempels heen. Maar het is niet oncomfortabel, nee. Vind ik. En ja, het is gewoon een lekker autootje. Het onderstel is ook nog andere veren en dempers. Heb ik niet iets geks gekocht, gewoon Bilstein B12. Ja, gewoon standaard, wel A-merk. Ja. Ja, gewoon goed, maar niks verstelbaar of iets. Waarom niet verstelbaar? Ja, deels ook door budget. Zo jammer dat we niet onbeperkt geld krijgen om onze auto's aan te passen. Ja, anders was er een, wat was het? KW competition of iets in die richting. Maar misschien ooit. Maar ja, het is natuurlijk ook op een gegeven moment wel van, ja, ga ik er nog meer geld aan uitgeven of spaar ik het op en ga ik een nieuwere kopen? Ja. En het is lastig. Misschien als je iets tweedehands tegenkomt of zo. Maar in ieder geval, Bilstein B12 is gewoon goed. Ja, ik ben ermee op Zandvoort geweest. Toen ik het net onder had, je merkte wel, het is wat strakker. En hij stuurt wel wat lekkerder. Maar als je hem dan even op het circuit even de bocht ingooit, dan voel je pas echt wat het doet. Ja, het is wel een verschil. Dan, dat was echt, toen Spa-Farkens was ik de eerste keer met een vriend. En dat was al. Alleen toen werd ik ook echt finaal zoek gereden door een Golf 6R. Dat vond ik niet zo leuk. Maar ja, die was waarschijnlijk gechipt en zo. En die reed op semi-slicks trouwens. Dat maakt ook heel erg groot. Afhankelijk van het weer. Dit weer, ik reed van de week in ook een BMW op Michelin Paas Sport Cup van die semi-slicks. Ja. Het is gewoon niet mee te rijden met dit weer. Nee, is het? Nee, dat is er geen hol aan. Ja, als ze warm zijn is het wel lekker. Maar ze worden niet warm. Nee, met dit weer worden ze niet. Ze worden niet warm. Echt niet. Je kunt ze niet warm krijgen. Je kunt burn-outs trekken. Nou ja, dat kon niet met zo'n DCT-bak. Maar ik ga wel terug. Ja, dit is op weekend. Het is meestal druk daar. Kijk maar. We rijden zo wel, joh. Toch nog geen epische stuurman. We hebben een stuurmansauto en we rijden achter een Fiat 500. Ja, helaas. We hebben wel de dedicated huismoeder erin die is te laat, die gaat de kinderen ophalen. Ja, misschien wel. Dit is volgens mij ook niet het geluid zoals de BMW-engineers dit affabriek hadden bedacht. Nee, zeker niet. Nee, dat is echt heel lekker. Nee, dat is het eerste wat ik kan aanraden. 1:30 i middendemper ertussenuit. Dan, de middendemper ook gewoon weg. Dat is 250 euro. Maar dan, dan wordt het al wat leuker en het is niet ASO, niet. Nee. Ik heb ook nog een BMW Performance einddemper. Hey, dit is echt wel te doen qua geluid. Waarschijnlijk dat we hier 50 man. Nog een BMW Performance einddemper dan. Zou ik me kunnen voorstellen dat je het iets te hard vindt, maar het dreunt niet.
Nee. 150 cruise control, dan rijdt hij ook wel 3,5. Maar dat is niet zo dat je dan ja, dat het gaat irriteren. Nee. Het heeft ook wel te maken met dat het een 6 in lijn is, denk ik. Ja. Want die, ja, dat, die toon is gewoon, er zit niet zo'n resonantie in als je bij een V6 hebt. Dat is echt zo'n, ik ga het me niet raden. Nee, je legt uit. Nee, nee, je dan heb je zo'n, ja, een, ja, die cilinder afstekingsvolgorde. Ja, de ontstekingsvolgorde, wel je daar ongetwijfeld ook weer variatie hebt in 6 in lijn. Maar ja, 6 in lijn, is, nou, alles staat in lijn. Dus het is gewoon... Ja, het is meer uitgebalanceerd, dat is absoluut waar. Want dat was ook heel lang de reden dat ik dacht van nee, ik doe het niet. Maar ja, uiteindelijk toch gedaan. Ik heb echt geen zweet van, het irriteert niet. Ik vind het niet, dit is niet te luid inderdaad. Nee, het is misschien... als je vrouw erin gaat rijden, dat ze denkt van... Iemand die er niet van houdt, die vindt dat niks. Maar ja, dat is logisch, maar dan ga je al niet je middendemper eruit halen en je performance uit laten wonderen. Zeker niet, nee. Dus hij dat bij de auto van je vrouw doet. Ik denk wel dat jouw vrouw ook in of je reed alleen in die. Nee, ze heeft er wel eens in gereden, maar niet veel. Dat doe je goed. Ja. Weet je in ieder geval dat je vel geel blijft? Ja. Nee. Maar heb ik wel zo'n vel van haar gesloopt? Dus dat kan ook. Oh, echt? Ja. Mijn moeder die leent deze auto ook nog wel af en toe. Die heeft wel eens mijn vel ge. Mijn vader ook. Ja, nee. Ik zeg, zo, je vel is al beschadigd geraakt. Ja, heeft je moeder gedaan. maar wat hebben we al een mots gehad? Ik heb een inlaat van BMW. Nee, je hebt het nog niet gehad, ja. Zo weer even ons tunneltje. Ja, dan moeten we weer keren straks naar. Maar dat maakt niet uit. Nee, dit is zo mooi. Ja, dat is goed. Dus, ja. Ja, die inlaat, dat slaat nergens op, maar dat ding kost €600. En het is, ik heb gekeken, ik heb de verschillen gezien, maar ik denk dat de opening is ietsje groter. En er zit een KNN luchtfilter in plaats van een papieren. En dat is het duidelijk thuis. Ja, en hoe de voorkant is van carbon. Sorry? Hoe vindt die drempels? Oh ja, nee. Ja. Deze zijn wel hoog inderdaad, klopt. Maar ja, dat is geen €600 waard in mijn ogen. Zonder drempels moet ik dat doen. Oh ja. Ja, dat is een goeie. Voor de vrachtwagens waarschijnlijk. Ik weet niet. De mods, ja, wat heb ik nog meer aan? Ja, BMW Performance remmen natuurlijk, maar dat leek me ook duidelijk. Vind ik erg mooi. En dat heb je op die ME35i natuurlijk standaard zitten. Ja, standaard zitten van die M-Performance remmen. Waar we nu het wel af. Twee mannen op een donkere parkeerplek. Ja. Zelf, man. Nee, het is nog niet donker. Nog niet. Ik zal maar weer eens even keren. Maar je hebt echt, jij modificeert gewoon uiteindelijk alles. Alles. Nee, maar je bent je doet echt veel upgrades. Ja, het enige nadeel is dat het zich niet heel erg terugbetaalt als je hem verkoopt, denk ik. Nee. Ik kan het gewoon niet laten. Dat maakt het leuk. Standaard is het natuurlijk niet zoals je het wil. Maar ik zou dat bij elke auto doen, denk ik. Die ME35i zou ik het wat minder hebben. Maar daar zou ik denk ik ook... Iets meer camber is wel leuk hoor. Ja, deze is bijna af, zei je net. Ja, ik denk dat ik nog spaghetti spice erop wil. Dan, is dat voor dit blok gewoon? Ja, je krijgt ook echt 5 pk er volgens mij. Maar het geluid wordt veel beter. Ik ben van plan om de auto door de APK te laten gaan. En dan spaghetti spruit ik zonder kats erop. En dan word ik waarschijnlijk helemaal gek van de herrie. Ja, maar dat is waar, ja. Maar dan heb ik in ieder geval wel het gevoel dat ik in een M3 rijd. Nee, dan, de toon wordt ook nog iets. Je krijgt iets meer die snerper in als je zo'n spruitstuk erop zet volgens mij. En dan gaat het vanzelf wel, mocht het echt irriteren, dan kan het altijd nog. Maar dan heb je het in ieder geval 1 keer geprobeerd. Ja, dat is ook wel raar, ja. Dan even het grensje opgezocht qua geluid. Ja. En dan kan het daarna altijd nog teruggebouwd worden natuurlijk. Of niet teruggebouwd, maar kats ertussen. Standaard heeft deze is 265, toch? Hij is standaard 265 pk. Ik weet niet. Ik denk dat hij nog wel heeft. Ik weet niet of het zeg jij. Nee. Ja, nee, dat heeft hij sowieso. Maar de vraag is, wat heeft hij extra gekregen door
Door die dat, ja. Ja, ja, je hebt inlaat, je hebt uitlaat, is natuurlijk aangepast. En, ik denk dat je... Dit is ook een mooie bocht om omhoog te driften. Nee, serieus. Ja, ik geef ook wel dit gas uit, klopt. Ja? Omhoog drift? Zeker. Nee, toen ik het heb wel... afgesloten voor afgelopen. Nee, ik zie hem zo. Nee, dit zijn wel echt... ik heb wel hier een keer gehad, in een eigootje. Ja, daar ga je lachen, maar... Toen ging ik hier naar beneden. En ik had winterbanden en achter zomerbanden. Dus ik ging lekker hard die bocht in. En op een gegeven moment laat ik mijn gas los. Maar ja, dan krijg je natuurlijk in die bocht, ik krijg je lift of overstuur. Dus die eigen ging zo uit. En ik weer op het gas, maar echt, echt perfect gewoon zo. In een eigootje, ja. Dat vond ik wel... Dit is wel, ja. Ah ja, je kan het ook in een eigo doen inderdaad. Ja, nee, dat is echt lift of overstuur. En dan in de winter, toen, ik heb dat heel vaak gedaan. Ja. Toen de sneeuw lag. Even je gas los in de bocht en dan, ja, dan gaat die achterkant wel om. Ja. Dat is wel grappig, ja, dat vond ik echt leuk. Dat was echt grappig. Maar ja, deze auto gaat veel beter door. Dus dat, zeker in de regen, dat wil ik wel. Ja. Zeker, ja. Het is jammer dat we geen mooie bergwegen hebben in Nederland. Maar... We hebben... Nee, klopt. Maar qua snelheid, ja, die turbo natuurlijk, dat koppel wat je hebt met die... Ja, dus op de snelweg merk je wel een groot verschil, maar ik vind het zo binnendoor rijden, dan denk ik, nou, daar zit er niet zoveel tussen. Ik denk uiteindelijk dat hij wel een klap sneller is, maar weet je, ja. Eigenlijk even sprintje doen. Ja, ik heb geen vrijkersmateriaal. Helaas, ja. Misschien komt het wel een keertje. Ja. Maar ik denk, oh ja, misschien met mijn werkgevers X3, die heeft dat 35 i-blok. Dan ben ik wel benieuwd hoe ze dat... Ja. Want ik denk dat ik hem bij zou kunnen houden, maar... Ik denk dat je een eind komt inderdaad, ja. Ben je in je hoofd al bezig met de volgende auto? Ja, ik kijk altijd rond natuurlijk. Dat, ja, dat is altijd leuk. Ja, ik M1 35i vind ik leuk. Ja, toch een 335 misschien. Maar ja, dat N54 blok, ik weet niet of dat... daar hoor je nog wel eens problemen mee natuurlijk. Ja, N55 blok, maar de late 335 IS-190 heeft ook gewoon N55. Dus, ja, de N55, die, ja, die, dat zou wel, maar de N54, die, ja, als je dan je turbo's eruit klappen, dan, ja, ik heb trouwens hier ook wel zoveel geld als stuk geslagen. Dus. Ja, kunnen, maar ja, dan ga je iets vervangen wat... Dat is geen kosten die, dat zijn geen kosten die je wil maken. Ja, gewoon dezelfde auto weer voor terug. Hè? Ja, nee, ik moet eigenlijk een keertje ermee rijden. Dan, want dat is, je betaalt natuurlijk wel zo'n klap geld erbij. Ja. En ja, dan is het de vraag of je daar nou veel gelukkiger van wordt dan, dan met dit ding. Want ja, 6-cilinder en een spare tussen de achterwielen. Meer heb je niet nodig. Maar ja, nu is het. Ja. En, nu nog die lege bergweg. Ja, die lege bergweg, die mist nog inderdaad, klopt. Ja. De file op de A4, nou, is wel net geen file. Ja, ik ben het wel gewend. Nee, ik vind het. Ik denk niet dat het. Als je dan, om maar wat te zeggen, 10.000 euro bijlegt. Dat ik dan denk van, yeah, hier word ik echt 10.000 euro gelukkiger van. Nee, dat denk ik. Nee, ja, om het zo recht te zeggen. Hey, als ik nu nog niet die M135i zou hebben. Ja. Ik zou hierin rijden. En ik zou een leuke vinden. Voor wat je waar gewoon klopt. En hij moet bij mij 5 deur zijn en zo. Dan zou ik heel erg twijfelen. Dat is wel tof. M135 is echt wel een klapje. Hij is wel sneller en is moderner en zo. Maar dit is wel zeker deze uitvoering echt leuk. En voor een derde van de prijs. Ja, nou ja, dat is het inderdaad ook. Ja, dan kan je daarnaast nog een M3. dan kun je daarnaast nog een M3 kopen. Ja, bijvoorbeeld. Zo noemen maar wat. Ja. Ja, dat is natuurlijk makkelijk gerekend. Dat is natuurlijk met onderhoudskosten en zo. Ja. Nou, zullen we maar afronden? In de file, ja. We ronden even af, jongens. Dankjewel dat ik dat kom het nou belonen. Ja, doe het nog een keer. Nee, volgende keer gaat Wouter dwars. Ja. Met zijn eigen auto. Nee. Ja, ook. Misschien, ja. Nee, ja, dat was het wel, denk ik. Ja. Dankjewel voor het kijken. Als we in jouw auto mogen rijden, kan je via de site opgeven. URL komt hieronder. We zijn geïnteresseerd in heel veel verschillende auto's. Dus schroom je niet om je op te geven en dan, wie weet, zie ik je terug, maar dan zit jij in de passagiersstoel en ik in de bestuurstoel van jouw auto. Gaan we doen.